maar van het gelijk. Ja, dus ja, dan krijg je hem ook harder terug als je zelf de fout in zou zijn gegaan. Ja. Peter van der Voort, hoofd intensive care van het UMC Groningen, was een van de eerste artsen die openlijk beschreef wat hem en andere IC-artsen meteen was opgevallen. Namelijk, het merendeel van de coronapatiënten aan de beademing kampt met overgewicht. Vanaf moment 1 doet hij onderzoek naar de verhouding tussen overgewicht en corona. En hij schoof dit seizoen al 3 keer aan om hierover te vertellen. En vandaag deelt hij zijn nieuwste bevinding met ons. Peter, een maand geleden zat je hier en toen noemde je het onderzoek bijna een thriller. Zijn wij nu aanbeland bij de ontknoping, bij de laatste hoofdstukken? Of is het nog niet zo ver? Nou, ik denk wel dat we aardig ver gevorderd zijn. Maar het laatste stukje moet nog, maar we zijn heel ver. Ja, want jij hebt, de vorige keer zei je ook dat je van de patiënten die jij op jouw IC had, bijna 100% had overgewicht. Dat was je, eerst was je het gaan tellen, 95% geloof ik, zoiets. Jij bent meteen ook, omdat je best wel veel patiënten tegelijk had, hun bloed gaan bestuderen. Omdat je een kans zag om eigenlijk daar analyses of conclusies uit te trekken. Wat heb je ontdekt? Ja, vorige keer toen ik hier zat, dan hadden we echt wel goed in beeld dat de patiënten aan de beademing, dat die overgewicht hadden, veel meer dan daarvoor. Dat is nu ook in andere studies bevestigd. En als je dan kijkt van wat doet dan vetweefsel, en met name ook het buikvet, waar we in geïnteresseerd waren, dat maakt stoffen. En een van die stoffen die gemaakt worden is leptine. En dat is een hormoon wat een aantal effecten heeft. En dat hebben we gemeten en dat blijkt ook inderdaad te hoog te zijn bij die patiënten. Oké, en dat wordt dus, leptine wordt aangemaakt door je buikvet? Ja, normaal gesproken al, als je overgewicht hebt, dan is je leptinespiegel wat verhoogd. En dat is ook fysiologisch, want dat leptine zorgt ervoor dat je minder hongergevoel hebt. En dat je dus minder gaat eten, dus dat is dan logisch. Maar het laatste stukje wat we aan het zoeken waren, dat was dus vorige keer toen ik hier zat. Toen zat ik te puzzelen, hoe kan het nou dat virus ook dat leptine verder verhoogt? Dus corona maakt dat er nog meer leptine in je bloed zit. Ja, precies. En dat hebben we toen uitgevogeld. En dat blijkt inderdaad zo te zijn. En daarna zijn we dan het bloed gaan meten. En bleek inderdaad ook dat leptines verhoogd te zijn bij alle patiënten. En gaat het om een enorme verhoging bij deze patiënten? Dat je zegt van zo, er zit heel veel leptine in hun bloed? Nou, het wisselt wat. Maar het is in ieder geval hoger dan bij patiënten met eenzelfde lichaamsgewicht. Ook op de intensive care. Maar als je corona hebt, dan is het nog weer een stukje hoger bij de meeste patiënten. Oké. Wat doet het met jouw lichaam als er te veel leptine in jouw bloed zit? Ja, leptine heeft verschillende effecten. Het heeft als belangrijkste effect dat je minder hongergevoelens hebt. Maar het heeft als bijeffecten, als je het in dierproeven onderzoekt, waarbij je dieren maakt die veel leptine maken, mm-hmm. dan zie je daar ook meer trombose. En dat is ook wat we zien bij onze patiënten op intensive care. Dat er meer trombose is in aderen, maar ook in slagaderen. Dat was eigenlijk de raadsel van de afgelopen weken. Dat steeds meer naar buiten kwam dat patiënten overleden aan die trombose. Dat ze niet wisten hoe het ontstond. Precies. Maar jij zegt nu dat is causaal verband met de verhoging van leptine in je bloed. Nou, dat is onze hypothese. Okay. In ieder geval weten we dat leptine meer trombose mm-hmm. geeft. En je ziet daarbij deze patiënten meer trombose. We weten ook dat leptine vertraagde maagontleding geeft. En we zien bij veel van onze patiënten een trage maagontlediging, waardoor ze een ander soort zonde nodig hebben. We weten dat leptine ook minder reukvermogen geeft. En een van de meest voorkomende klachten bij het begin van de ziekte is dat je reukverlies hebt. Juist. Nou, zo zijn er een heleboel. Allemaal aanwijzingen. Ja. Dan is de vraag, is er een middel wat de hoeveelheid leptine in je bloed makkelijk kan verlagen? Maar er zit nog ietsjes tussen. Want die leptine, dat is één, maar er zijn dus veel mensen met een verhoogd leptine door overgewicht. En daarnaast hebben we nog de ontsteking door, wat we vorige keer over hadden, de ACE2-receptor en het AT2, die disbalans is er. En dan krijg je dus dat er al een verhoogd leptine is, wat op zichzelf een ontsteking genereert in je lichaam, mm-hmm. ook in de longen. Daarbovenop komt dan die disbalans van die receptor met AT2. En dan komt het virus erbij, die nog weer een extra leptinespiegel maakt. En dan heb je alles bij elkaar. Ja. Dat je in de long. We denken dat je daardoor dan zo'n ernstige beschadiging in je long krijgt, dat je beademingsbehoefte bent. Nou, en dan is natuurlijk de volgende vraag. Wat kan je daaraan doen als het waar is? En daar zijn een aantal stoffen worden beschreven, een aantal medicijnen in de literatuur die dat kunnen verminderen. En degene die het meest veelbelovend lijkt, dat is een heel eenvoudig middel. Dat is een voedingssupplement, wat je ook gewoon kan kopen in de winkel. En dat heet resveratrol.
En nu is het dus de vraag of dat een middel is wat we zouden moeten gaan uittesten bij corona. Oké, als ik het goed begrijp, hebben we nu een indicatie voor welke stof in het bloed ervoor zorgt dat je zo ontzettend ziek wordt. En er is iets wat gewoon bij de ethos op de kruidvat ligt, een voedingssupplement, die potentieel in staat is om de hoeveelheid leptine in je bloed te verlagen, waardoor je potentieel niet op een IC terecht zou komen en dus minder mensen doodgaan aan corona. Nou, dat is in het allerbeste geval. Maar het is... Ik ben een optimist. We gaan ervoor. Nee, ik kan. Maar het is inderdaad zo dat we denken dat we nu weten wat er gebeurt in het lichaam. Maar we hebben daar nog wel meer onderzoek voor nodig. Om dat echt bevestigd te krijgen. Dus we hebben nu bij veel meer patiënten leptine afgenomen. Dat staat al in de vriezer. Dat gaan we eerdaags allemaal bepalen. En ook bij patiënten die niet op de intensive care zijn terechtgekomen. En dan is de volgende vraag, als we dit bevestigd hebben, kan die resveratrol inderdaad één het leptine verminderen. Maar het is ook een antioxidant, wat ook gunstig is. En wat ook beschreven is, gunstig te zijn bij, in andere studies. Dus vitamine C is bijvoorbeeld beschreven, nou, als ook een antioxidant. Mm-hmm. Resveratrol is ook een antioxidant. En het derde is dat resveratrol ook die balans tussen ACE2 en AT2 ook herstelt. Dus het heeft een drievoudige werking. Dus het is denk ik een veelbelovend middel. Maar er zijn nog geen studies mee gedaan. En dit is dus wel aannemelijk. Mm-hmm. Maar we moeten het nog echt wetenschappelijk goed onderzoeken en vastleggen. Dus laten we niet al te vroeg juichen. Nee, oké. Ik begrijp het. Dat moet nog getest worden. Eigenlijk het moment dat dit middel gebruikt wordt bij deze patiënt is ook nog niet gebeurd. Dat heb je nog niet in de praktijk uitgeprobeerd. Nee. Maar op basis van literatuur en wat jullie weten, wijst alles erop dat dit potentieel zou kunnen werken. En wij kijken nu natuurlijk de hele tijd van... Komt er een vaccin, zodat we niet ziek worden? Dat is een langer traject, dat weten we. En het andere pad is eigenlijk dat er steeds gekeken wordt... is er een middel dat ervoor kan zorgen dat mensen niet zo ernstig ziek worden? Dat ze weliswaar corona hebben, maar niet op een IC terechtkomen. En dit is dat tweede pad eigenlijk, wat hiermee verholpen zou kunnen worden... als het inderdaad zo uitpakt. Ja, ik hoop dat als je dit middel al vroeg neemt in de ziekte... en je hebt een dag of 10-12 de tijd voordat je zo verslechtert dat je naar intensive care moet... en als je dan vanaf het begin dit spul neemt... Dan heb ik goede hoop dat je het ziektebeeld wat kan dempen. Dat het niet zo ernstig verloopt dat je naar die intensive care hoeft. Dat zou het mooiste zijn. En uit nieuwsgierigheid, wat kost dat middel eigenlijk? Ik heb zo'n zakje gekocht. Kan ik gewoon op internet kopen. En dit zakje, dat is geloof ik 100 gram. Dat kost €40. En hoe lang doe je daarmee? Hoeveel dozen zitten daarin? Nou, daar kan je die 10 dagen wel mee doorkomen. Ik vind dat je bent altijd heel kalm. Dat is waarschijnlijk voor de baas van een IC is dat heel nuttig om kalm te zijn. Ik ben altijd een beetje hysterisch, maar ik word hier heel excited van. Ben je van binnen ook heel excited? Ja en nee. Omdat ik denk dat we dit echt moeten proberen en dat er goede aanwijzingen zijn. Dus ik hoop ook dat er meer onderzoeksgroepen zijn die hiermee aan de slag gaan, zodat we het met elkaar goed onderzoeken. Maar tegelijkertijd weet ik ook... dat het heel moeilijk is in intensive care geneeskunde om nieuwe medicijnen te vinden die baanbrekend zijn. Want we hebben al 20 jaar zoveel geprobeerd. En het blijkt toch altijd nog weer ingewikkelder te zijn dan je denkt. Dus dat remt een beetje mijn excitement. Maar ik was natuurlijk al een beetje druk met alles wat op de IC gaande was. En daarnaast ontwikkelde ik met mijn onderzoeksgroep... deze hypothese, en dat waren wel heftige weken, ja. Want die excitement was er bij mij natuurlijk ook. Begrijp ik. De vorige keer dat je hier was, Peter, vertelde je hoeveel... Je had bijna 50 coronapatiënten op jouw IC-afdeling. Hoeveel zijn dat er nu? We zijn nu op 28. Dat is goed nieuws. Ja, gaat goed. Ja, dus dan is de conclusie ook voor jou dat de maatregelen die er genomen zijn, werken? Ja, die werken absoluut. Maar tegelijkertijd hoor je ook, hè, wat we het net over hadden... Het trekt wel een zware wissel op ons allemaal. En dat voel ik natuurlijk net zo. En daar moeten we een goede balans in zien te vinden. Mag ik u wat vragen? Tuurlijk. Ik hoor ook wel eens van mensen zeggen... je moet gewoon elke dag een aspirintje nemen of een halve aspirin. Dan wordt het bloed, dat is niet voor mensen die natuurlijk bloedverdunners hebben... maar dan is het bloed wat dunner, dat is dan beter. Want er is ook gebleken dat mensen vaak... ja, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, maar dikker bloed hebben. Heeft dat te maken met die trombose? Of zit ik een hele gekke vraag te stellen? Nee, helemaal niet. Het is gebleken inderdaad dat het corona leidt tot meer trombose. En dat wordt vaak dik bloed genoemd en dan stolselvorming. En een aspirintje zou daar goed tegen kunnen helpen. Maar je moet eigenlijk natuurlijk de oorzaak wegnemen. En dan werk je natuurlijk beter dan een aspirintje nemen. Ja. En Peter, jij roept eigenlijk iedereen op, dan, ik bedoel onderzoeksgroepen op om te kijken of dit inderdaad werkt.
Wat is het traject waarop je kan zeggen, dan hebben we een duidelijke indicatie dat het nuttig is? Is dat 4 weken? Is dat 3 maanden? Waar denk je aan? Nou, we moeten nu eerst een goed onderzoeksvoorstel schrijven. Dan moet dat door de commissies heen. En dan is het aantal patiënten wat zich nu meldt, is betrekkelijk laag. Dus dat is dan weer in die zin jammer. Dat we moeten echt wel met, denk ik, meerdere centra tegelijkertijd dit omarmen en gaan proberen. En dan nog ben je al gauw een paar maanden verder voordat je dat definitief kan zeggen. Heel boeiend en ik hoop dat het lukt. En ik ga je gewoon tijdens mijn hele vakantie blijven bellen. Oh. Dan weet je dat alvast. Heel veel succes ermee, dankjewel. Verslaggever Jair Verwerden.